Alpenzusjes weer in Westendorf. Is het de eerste keer? Ja, de allereerste keer voor ons. Ja, voor de Alpenzusjes wel, ja. En hoe bevalt het tot nu toe? Ja, het bevalt ontzettend goed. Het is heel erg gezellig. Mooi weer, ook om te skiën. Het is echt heel leuk. Nou, we hebben natuurlijk de feesttent eventjes van binnen gezien. En daar hebben we lekker even mee gefeest. En we hebben natuurlijk geskiet. Wie van de twee Alpenzusjes skiet nou het beste? Nou, we zijn natuurlijk allebei echte Alpenzusjes. Dus ja, ik moet toch de eer aan jou geven, zusje. Ja, ik denk, kijk, wij zijn in de Alpen als Alpenzusjes zijn we natuurlijk met de skis onder onze voeten opgegroeid. Dus dat is allebei gewoon gaan met die bananen. Ja, hier zijn we weer. Onze allereerste album. En hoe is dat om een album te maken? Ja, het was echt heel leuk. Nou goed, alle liedjes zijn natuurlijk apart opgenomen. En daar is gewoon één mooi album van gesmolten. En er staan echt hele leuke oude liedjes op van de oude Alpenzusjes nog. Dus een beetje om een ode te brengen aan. En voor de herkenbaarheid natuurlijk voor de mensen. En natuurlijk onze nieuwe liedjes naar voren en naar achter. Onze eigen liedje De Jungle Dance. En het Hutje op Dij echt helemaal in een nieuw jasje natuurlijk van ons. Ja. Dat is onze single wat op dit moment heel populair is. En zeker met de carnaval die we net achter de rug hebben. En ja, je merkt gewoon dat iedereen meteen in de Polonaise gaat. En ja, heel goed ontvangen wordt. En waar staat dat Hutje op de Hei? Het Hutje op de Hei staat hier natuurlijk ergens in de Alpen. En als je het zou willen vinden, dan zou je wat vaker achter ons aan moeten skiën. Want wij skiën daar regelmatig langs natuurlijk. De rest van het jaar staat natuurlijk als eerste een nieuwe zomersingle. Daar zijn we druk mee bezig. We zijn lekker aan het brainstormen en aan het bedenken. En ja, ik verwacht gewoon ontzettend veel optredens, hopen we natuurlijk. En ja, dat is, we hebben lekker al een volle agenda. En, als we nou die agenda van Alpenzusjes willen zien, op welke website kunnen wij dan terecht? www.alpenzusjes.nl Yola Hiti!